In dit geval gaan we even uitlichten hoeveel miniatuurbouwers hier in deze paleis staan. We beginnen in de eerste kamer en dan draai ik mij even om naar deze prachtige kleine kermis. En die is gebouwd door de heer Franke, Nop Franke. En hij is al een jaar of 15, 20 bezig. Hij bouwt ieder jaar een kleinigheidje, dan dit en dan dat. Maar hij doet het tot in de perfectie. En voor dit jaar had hij een prachtig item. Heeft hij de bootjesmolen. En die staat hier buiten op de nostalgische kermis. Ja, dat is een molen die is al bijna meer dan 100 jaar oud. Komt al op zeker 15 à 20 jaar in België. Of in, op de Tilburgse kermis. En hij heeft hem perfect nagebouwd. Ja, en om verder te gaan hebben we aan deze kant een prachtige collage van een miniatuurkermis. Die is gebouwd in ongeveer 25 à 30 jaar door de heer Jan de Graaf uit Amsterdam. En Jan de Graaf is geboren in Zutphen en vandaar dat hij de stad Zutphen tot in de precisie heeft nagebouwd. Straks even de camera kan richten op die kleine etalagetjes. Zelfs daarin, daar ziet u nog de kleine kermis draaien. Nog kleiner als deze. Het is een kermis uit de jaren 50 en dan kan je zien aan de attracties die erin staan. Dan zie je dat de dikste vrouw ter wereld. Dan moet ik even zeggen dat dat een Tilburgse mevrouw was en die is een paar jaar geleden pas overleden. Dus nou, dat is allemaal een klein, het lijntrekspelletje daar zo. Met leuke kleine prijsjes erin. En de schommel natuurlijk en de paardjesmolen. Dat we dit op het moment in Tilburg en in heel Nederland mogen geen levende paardjes meer in de molen lopen. Maar in die tijd van 1950 mocht er wel. En dat kunt u daar nog zien. Dus een prachtig geheel. Het is niet alles. Jan heeft nog veel meer, maar dat kunnen we in dit paleis nog niet kwijt. Misschien volgend jaar, je weet maar nooit.